Ja, Zakaria Ellis, zoals je normaal gesproken krijg je na een hat-trick een wedstrijdbal mee, maar jij hebt de rechtsback meegenomen. Ja, ik heb Denzel meegenomen. Hij gaf me een prachtige voorzet bij de laatste goal en ik schiet hem geweldig in. Hè? Hij staat er, hè? Dus ja, we voelen elkaar nu echt aan, dus we zijn los. Ja. Maar even beginnen met die eerste goal vlak na de rust. Dat was lekker beginnen aan die tweede helft. Ja, zeker. Was een mooie aanval. En ja, dat is precies wat we hebben afgesproken. Dat we rustig aan de bal moesten blijven en het rustig uitspelen. En dat hebben we gedaan. Wat betekende kort voor de rust, of het was eigenlijk nog wel een kwartiertje te gaan, of zo, die rode kaart voor de wedstrijd in jouw ogen? Ja, het was een belangrijk moment, denk ik. Want ja, je zag daarna dat we... Dat het gelijk omsloeg en dat we veel balbezit hadden, waardoor we het rustig konden uitspelen. En dat hebben we goed gedaan. Het slaat ook eigenlijk nergens op dat we na deze wedstrijd de hele boel gaan analyseren. Het is vooral gewoon een mooie avond voor jullie. 3 doelpunten, wanneer is het voor het laatst dat je een hat-trick hebt gemaakt? Een tijdje geleden, ik denk... alweer in de A1, denk ik. Ja, zo lang geleden en... Ja, ik ben er heel blij mee. Ja. Want niet zomaar een paar doelpunten, nu gewoon een plekje in de kwartfinale. Ja, zeker. Het is heel mooi. En ja, we zijn door en dat is het belangrijkste. We zien hier gelijk de nodige fans rondom de camera staan. Denzel, heb jij nog zinnige dingen toe te voegen? Nee, ik denk dat het wat Zakaria zegt. Het is gewoon geweldig natuurlijk. Hij maakt 3 doelpunten. En ja, dat is gewoon Zakaria gewoon top. Hij loert veel op zijn kansjes en nu gaan ze er weer eindelijk in. Dus ja, we zijn hartstikke blij. Ja. Had hij even nodig, hè? Nou ja, hij kon het gebruiken. Hij kon het zeker gebruiken. Dus ik ben echt blij voor deze jongen. Ja. Zakaria, laat we zien. Welke was de mooiste trouwens, even tot besluit? De laatste vond ik het mooiste. De laatste, man. Mooie voorzet van Denzel en ik schiet hem natuurlijk geweldig in. Dus, Dat is zijn kwaliteit, hè? Ja. Schiet hem prachtig binnen. Dus, mooie voorzet. Zijn, hoeveel zijn assist? Ja, volgens mij de 10e, 11 zo. 10, 11 assisten. Geweldige voorzet altijd in huis. Ik wil iedereen gelijk een fijne kerst wensen. En bedankt voor het interview. Prettig kerstfeest en... ja, op naar het nieuwe jaar, hè? Nee, op naar ADO Den Haag. We blijven gefocust. Vanavond in een hotelletje hier. Vroeg naar bed, denk ik, hè? Ja, meteen naar bed, hè. Dus eerst de loting even kijken en dan naar bed.